Deze beschouwing die gaat over Sola Fide. Alleen door geloof. Sola Fide is op de kaart gezet. Zo klinkt dat dan heel mooi populistisch. Is op de kaart gezet in de 16e eeuw door Maarten Luther. En voor degenen die dat niet weten, Maarten Luther was een van de heel erg beroemde klokkenluiders uit de historie. Maarten Luther werkte voor de Romeins-Katholieke Romeins Kerk. Dat betekent de kerk van het Romeinse universele geloof. De doelstelling van die organisatie was om wereldwijd. Hey, dan moet je al een belletje gaan rinkelen, of niet, hè? Om wereldwijd een geloofsbeweging. Er doorheen te stampen. Met geweld. Ja, dat hoor je goed, hè. Met geweld. Dit was. Uh... Romeins universeel aanhanger worden. of je ging op de barbecue. Oh, barbecue. Ja, dat vind ik wel lekker. Barbecue. Is dat uh, deze wel in de zomer? Want ik hou wel van barbecue in de zomer. Ja, sorry, dat was een grapje. Ik bedoel de brandstapel. Wat de Romeins universele kerk heeft dat. Ja, daar kan je beter maar een grapje over maken. Want ga je kijken naar wat ze hebben uitgefroten, dan, uh, ja, het is nu zondag 7 juli. Nou, dan, dan is de hele dag is voorbij. Qua leukigheid. Dus dan maken we maar een grapje over de Romeins Universele Kerk. Nou, Maarten Luther werkte voor de Romeins Universele Kerk... Dat dus wat we nu noemen de Rooms-Katholieke Kerk. Andere naam, zelfde fenomeen. De, de Romeinse Universele Kerk. En Maarten Luther is uit de school geklapt. Want in die dagen van de Romeinse Universele Kerk, in die dagen van Maarten Luther, was de inhoud van de Bijbel, die was geheim. Ja, dus... Als jij één reden hebt om nu per onmiddellijk uh, naar Boekhandel de Fakkel te gaan, hier in de Koningstraat in Arnhem. Dus pak even een pen en papier. Boekhandel de Fakkel, F-A-K-K-E-L, Koningstraat Arnhem. Naast Striphandel de Norman. En dan ga je daar naartoe. Kun je ook trouwens via internet bereiken. Ze zitten uh, niet alleen in Arnhem, maar ook in Den Haag. En, uh, ze hebben een aantal steden in Nederland waar ze zitten. Via internet kan je het ook bestellen. En dan schaf jij je een Bijbel aan, afgesproken. In de dagen van Maarten Luther was de Bijbel uh, geheim, dus verboden tekst. De Romeinse universele kerk had het verboden dat je de Bijbel las. Dus hoeveel reden kan je hebben om een Bijbel minimaal in bezit te hebben... als je weet dat de meest afgrijzelijke, gewelddadige, doortrapte organisatie van deze aarde... het in bezit hebben, het begrijpen van de Bijbel had verboden met de doodstraf... Als straf. Wanneer je het overtratte. Kijk, dat verbod, dat is nu niet meer. getuige het feit dat de boekhandel de fakkel, uh, iedere dinsdag om tien uur of zo gaan ze open en om half zes, zes uur gaan ze dicht. Ze zijn ook op zaterdag open. En ik heb hier in huis uh, een, mijn oude NBG, mijn hele oude bijbel die ik gekregen heb van mijn ouders toen ik twaalf was. Ik heb een uh, zo goed als gloedje nieuwe statenvertaling. Die heb ik nog niet zo lang geleden gekocht. 14,50 euro. En ik heb twee King James bijbels gehad. En die heb ik allebei weggegeven. Daar had ik ze ook voor aangeschaft, by the way. Even over mijn Bijbel lezen. Ik lees graag in de Statenvertaling. En dan kijk ik op internet wat er ook alweer in de King James staat. Dus ik gebruik de King James wel. Dat is voor mij leidend. is dus als in een andere Bijbel hetzelfde staat als in de King James, dan is die andere Bijbel ook goed. Als er in de andere Bijbel iets anders staat als in de King James, dan ga ik kijken of de betekenis van dat wat in die andere Bijbel staat, hetzelfde is als de betekenis van de King James, dan is het ook goed. En als in die andere Bijbel iets anders staat eh, dan in de King James, en ik kijk ernaar en het betekent ook wat anders dan in de King James? Is het niet goed? En dat is een kwestie van vertrouwen. Dus ik vertrouw de King James Bijbel. Ik weet van de King James Bijbel. Dit gaat over Maarten Luther. Ik zal het zo daar helemaal keurig uitleggen. Ik weet dat de King James Bijbel. is geschreven in opdracht van Koning Jacobus. Zo dus noemen wij die man. Die Engelsen die zijn een beetje raar. Die wonen ook in Engeland. Dus ja, daar krijg je helemaal gekke dingen van. En die noemen hem dan King James. <laughs> grapje, grapje, grapje. Ik vind Engels de beste aardige. Ze praten in ieder geval niet zo gekke taal als die Fransozen. Nou, dan had je dus die King James, die koning. En Engeland was in de tijd. Je hebt dus in Europa die, dat protestantisme gekregen. Onder aanvoering van Maarten Luther. Ja, hij was niet de leider van het protestantisme. Maar, want je had ook het Calvinisme. Maarten Luther zei in feite: ja, Sola fide, sola Christus, sola Scriptura. Uh, alleen door het geloof. Uh, sola betekent alleen. Uh, solo mio, alleen ik. Ik ben zo alleen. Alleen de sola fide. Fide betekent geloof. Alleen door het geloof, alleen door Christus en alleen door de schrift. Dus niet door een manier, door een of andere vent met een jurk en een pet op zijn kop. En wij zouden nu zeggen, ja, dat is toch logisch... dat je niet achter de Romeinse universele kerk aan moet lopen. Ja, het punt is, het is niet alleen zo dat je niet achter de Romeinse universele kerk aan moet aanlopen... want dat is iets niet doen. Nou, hoe kan je nou, uh, door iets niet te doen, uh, een verbetering aanbrengen? Yeah. Uh, bijvoorbeeld, ik uh, doe niet meer aan alcohol drinken, wiet roken en tabak paffen sinds uh, april dit jaar. Yeah. Het is nu juli. Yeah. We zijn uh, drie maanden verder. Maar dat is niet. Uh, dat doe ik dan niet meer. Maar daar ben ik niet blij van geworden. Want dat is alleen maar dat je niet meer uh, die middelen gebruikt. Hè? En dat heeft dan als positief effect zonder meer dat het je minder geld kost. Dat is dan een ding. Hè? Maar ja, geld maakt niet gelukkig. Hè? Nee, ik ben niet alleen gestopt met iets, ik ben ook met iets begonnen. Ik ben bijvoorbeeld mijn woning op gaan ruimen. Opruimen en schoonmaken. En dat was een behoorlijk werkje. En nu is mijn woning helemaal opgeruimd. Nou, ja, helemaal. Dus, uh. Er zijn nog een paar dingetjes die ik aan wil pakken. Maar die beginnen nu ook echt op te vallen omdat de rest opgeruimd is. Snap je? Met opruimen ben ik begonnen. En daar krijg je een, een positieve energie van. En ik ben met andere dingen ben ik mee begonnen. Nou, laat maar dat even dat zijn dat ik ook een uur over lullen, dat is allemaal hartstikke positief. Als jij dan snapt dat je niet achter een man met een jurk en een pet op zijn kop aan moet lopen. Ook al is die organisatie de meest rijke organisatie ter wereld. En dat is de Romeinse Universele Kerk. Ook al is die organisatie de meest machtige organisatie van deze wereld. En dat is de Romeinse Universele Kerk. Echt tot op de dag van vandaag, hè? Als je dan niet meer achteraan loopt, dan doe je iets niet. Nou, als je stopt met suipen, dan levert je dat geld op. Als je niet achter de Romeins-Katholieke Kerk, Romeins-Universele Kerk, aanloopt, dan levert je geen bied op. levert je geen geld op. En los daarvan, als je iets niet doet, hoezo kan dat positief zijn? Je moet iets wel doen. En ik zeg dat je precies dat moet gaan doen wat de Romeinse universele kerk, waar de Romeinse universele kerk zo'n ongelooflijke pesthekeling had. En dat is dat jij de Bijbel gaat begrijpen. En daar zit logica in. En die logica is dat de wereldoverheersingsorganisatie, dat is de Romeinse universele kerk, ik zeg het nog maar een keer, de wereldoverheersingsorganisatie heeft er een broertje dood aan dat uh, het volk, wij dus, de mens, de kinderen van God, dat wij onze Bijbel lezen en begrijpen. En waarom zouden zij daar zo'n hekel aan hebben? Waarom hebben ze geen hekel gehad aan uh, de toenmalige lezers van het boek van het toenmalige boek, wat wij dan nu hebben onder de vorm van in de band van de ring. Waarom heeft de Romeinse Universele kerk uitgerekend en alleen? Zo'n ongelofelijke hekel aan de Bijbel. Terwijl ze aan de andere kant die Bijbel dus gebruikten. Ja? Om de boel te overheersen. En de wijze waarop ze de Bijbel gebruikten. ja, daar zat een luchtje aan. Daar zat een smaakje aan. En daar kwam Maarten Luther achter. Van ja, deze Romeins universele. wereldoverheersende kerk. die gebruikt de Bijbel. maar die gebruikt de Bijbel daar waar het haar uitkomt. En dingen die in de Bijbel staan. die de katholieke kerk. de Romeins universele kerk. Uh, Niets welgevallen zijn, ja, daar bladeren we lekker doorheen. Dus kennelijk is er een bepaalde mate van kieskeurigheid in welke pagina's van de Bijbel we wel aan het volk gaan doorgeven en welke pagina's van de Bijbel dat wij daarvan vinden van, oh, nou, nee, dat hoeven ze niet te weten. Kijk, en als iets jou verboden wordt, mijn goede vriend, door een organisatie die de machtigste en rijkste organisatie van deze wereld was, is en morgen, dat bedoel ik letterlijk morgen mij, nog zal zijn, want dat durf ik te zeggen. Sterker nog, ik durf te beweren dat de Romeinse Universele Kerk volgende week, dan is het 14 juli 2019, zal die nog steeds de meest machtige organisatie zijn. En als je nog verder in de toekomst gaat, dan zou ik zeggen, nou ja, 14 september 2019 denk ik ook nog wel. En als je nog verder in de toekomst gaat, dan denk ik, nou ja, 14 september 2020 misschien ook nog wel. En dan begint het van mij mistig te worden, hoor. Want ik geloof nog steeds in jullie. Want ik weet dat op het moment dat mensen Bijbel gaan lezen, en begrijpen, dan is het afgelopen met die Romeins Universele Kerk, want dan is er een universeel geloof. Ik laat even een pauze vallen. En ik zoek een aanhakingspunt. Hè? Want ik heb er een te pakken. Er was ooit. <laughs> klinkt als een sprookje, hè? Er was eens. een jongen uit een aristocratische familie. En die heette ook al Lalalala de Derde. En bij hem in de klas. was er een jongen. En die had een operating system geschreven voor een 8-bits processor. Hij heeft van zijn paps, want hij had een rijke paps, had hij wat geld geleend, dat operating system gekocht van die klasgenoot en dat heeft hij Microsoft DOS genoemd. En hij wilde dat dat operating system. Het operating system, het universele operating system zou worden van alle computers die bij de mensen thuis zouden staan. De personal computers. Hij was een visionair en zijn naam was William B. Gates III. Dat is niet doorgegaan. Dat komt omdat er een universeel operating system al was. Ja, en dat weet jij misschien niet, maar dat was er al. Dat heet Unix. Als je verstand hebt van computers. Als je verstand hebt van het idee van, nou, je hebt hardware. En daar moet software bij. En die software, die heet software omdat die aan te passen is. Daarom is het soft. En hardware is dat niet. Dat is hard. Je kan de hardware wel veranderen, maar nou ja, niet eens echt. Je kan het chip eruit schroeven en een nieuwe chip erin schroeven. Maar meer niet. Dan heb je de hardware veranderd, maar in principe verander je hardware niet. De software die moet juist aanpasbaar zijn. En, zo. en dan heb je daar een laag tussen. En die is semi-veranderlijk. En dat noem je het operating system. En die tussenlaag heb je nodig. En in het operating system, daarin zitten mogelijkheden ingebouwd zoals uh, welke bestanden staan waar. En onder Unix is dat geniaal. Dan doe je de letter L en de letter S. En heel toevallig, maar niet heus, zitten die onder je beide ringvingers. Als je blind kan typen, weet je precies wat ik bedoel. Dus als jij blind kan typen en je neemt de starthouding aan met je twee handen op het toetsenbord, onder je twee ringvingers, daar zit de L aan de rechterkant en de S aan de linkerkant. Nou, dat noem ik geniaal. Want het commando ls, waarmee je wil weten welke bestanden zitten er op de harde schijf op de plek waar ik mij nu bevind. Ja, dus je krijgt niet met ls alle, 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 alle bestanden. Nee, je krijgt alleen de bestanden te zien met waar je op dat moment bent. Stel je hebt een computer en daar werk je met 100 man op. Iedere mens op die computer heeft een home directory. En als je inlogt, kom je op je home directory, natuurlijk. Dus iedereen komt binnen en die is gelijk thuis. En wat eerste wat je dan doet als je thuis bent, dan zeg je LS. Hoppa. Ik, oh ja, dat is waar ook. Dat is zot. Ja, ja. Heb je? Dat is geniaal. Unix is af. En Unix is niet eens zo 1, 2, 3 afgekomen. Dat heeft dat niet zo heel lang hoor. Er is, er is een paar jaar aan gewerkt. Misschien vijf jaar of zo. En er waren twee mannen. Niemand kent die lui, by the way. Maar twee mannen met baarden. En het waren hele normale mannen in die zin. Ze hadden een hele normale vrouw. Die vrouw was de baas van een heel normaal gezin. En hun hadden een hele normale baan bij ATT Dinges uh, Laboratories, het onderzoeksinstituut van ATT of nog wat andere uh, companies. Het verhaal gaat dat die mannen overdag uh, lekker bezig waren met Unix. En dan gingen ze naar huis. En die vrouwen uh, hadden dan de kinderen van school gehaald. Dus dat was allemaal heel normaal in die tijd. Hè. Geen dolle mina-toestanden die bij Haas verbranden. Nee, die vrouwen hadden de kinderen van zo gehaald en dan stond het eten op tafel. en Die mannen lekker eten en dan gaven ze die vrouw gaven ze een zoen. En dan hadden ze s'avonds vrij na het eten. Want die vrouwen die deden de afwas en brachten de kinderen naar bed. En dan dachten ze, oh, dat is wat fijn. En dan belden ze elkaar op met een telefoon die aangesloten zat via AT&T. Want dat was een telefoonmaatschappij. En dan, oh, heb je ook nog zin? Ja, ik heb ook nog zin. En dan gingen ze s'avonds nog door. Hè? Zo gaat het verhaal. Hè? En dat ook in het weekend, dat ze dat is vrijdag, dat die ene tegen die andere zei van, nou, dat is een beetje kloten, want dit weekend gaat hem niet worden. Wat zei die andere? Ik dacht dat we dit weekend fijn zouden doorgaan. Nou, zei die, dit weekend kan niet, want uh, mijn schoonmoeder is jarig. Oh. Ja, nee, ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, nee, nou ja, dit weekend dan maar niet. Dan volgend weekend wel, hè. Die jongens hebben er dag en nacht aan gewerkt. En het resultaat is daarna. Dus. En de ontwikkelkosten van Unix. Uh, dus dat is niks. Vergeleken met de ontwikkelkosten van, van Microsoft Windows. <laughs> Man. Kijk. Unix is het universele operating system, omdat het het, het universele operating system is. D er is niks aan Unix waarvan jij kan zeggen... Dat klopt niet. Dit is wel, uh, nou, uh, ze zouden Unix eigenlijk... Uh, nou, ik, ik, ik vind echt dat het niet klopt, hè. Niks. Het enige wat je op Unix kan aanmerken, dat is ook de kritiek die ik heb... Uh, dat bijvoorbeeld het, het commando ls... Als je, dat nu, als je een standaard install doet van een standaard Unix-achtergrondsgeving, en Linux is het dan wat ik gebruik, dat dan LS, dat geeft allemaal vrolijke kleurtjes. En dat haat ik. Blauw op een zwarte achtergrond is niet te lezen, namelijk. Ja, en zie dat maar eens uit te krijgen. Unix is uh, zo'n operating system. En daar kan je allerlei instellingen in doen en toestanden. En aan de ene kant is dat keihard nodig. By the way. Dan kan je daar hele interessante dingen mee uitvreten. Dus ik wil die feature er niet uit hebben. Maar aan de andere kant ja, zijn er mensen. En die veranderen dus instellingen aan de standaard van de Huppeltje. -bub. Dat is alleen maar een standaard van een distributie hoor. Dus als je Debian installeert of een andere Unix, dan, dan heb je daar geen last van. Maar de Ubuntu 1804 die momenteel opgang doet gratis opgang doet. Ja, die hebt je kleurtjes. Nou, ja, leuk is dat. Ik voel er helemaal gek van. Ik moet dus daadwerkelijk. De, de helderheid van mijn beeldscherm, die moet ik omhoog krikken om te kunnen lezen wat er in mijn directory staat. Want dan is dat blauw uh, op, op geert zwart, want zo staat mijn monitor standaard ingesteld. En ik heb wel mijn gezin om dat allemaal gaan veranderen en zo. En dan ga je op internet kijken, ja, dan moet je zo veranderen, moet je zo veranderen. Ja, dat, de ene heeft dat zo aangepast, de andere heeft dat zo aangepast. Daar word ik net gek van. Dat is het enige minpuntje. De kleurtjes. En ik weet dat er een truc is om dat uit te krijgen. En dan moet je voor, voor de rest moet je die persoon weten te vinden. Die die instelling maakt van Ubuntu. Ja, die mensen die doen het. Dat is liefdewerk aan het papier. Dus, eh. Maar zou ik een betaalde distro hebben? Dan, dan zou ik zeggen geen klutjes. Anders betaal ik er niet voor. Maar het is gratis. Hey, dus Unix is het universele operating system, omdat technisch gesproken zit er geen enkele ontwerpfout in. Helemaal niks. Het draait op 32-bits computers, het draait op 64-bits computers en het draait op 128-bits computers. Dat is al klaar. Er zit een programmeertaal bij en C en er zit ook nog een scriptingtaal bij. Bash. En daarbovenop heb je nog allerlei andere jokers die hebben nog meer scripting talen geschreven. Wat ben je nou meer? Onder Unix is het schrijven naar een bestand precies hetzelfde als het schrijven naar een poort. En een poort is een uitgang naar buiten toe. Dat, 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 dat kan van alles zijn. Dat kan ook een internet of een ethernet of een, net, ja, een, een netwerkadapter zijn. Je schrijft naar een poort, het is een socket heet dat. Ja, Unix is perfect. Unix is universeel. Sorry voor deze lange uitweiding. En dan kan uh, Bill Gates wel zeggen... ja, ik maak een operating system en dat noem ik universeel... en ik ga ervoor zorgen, dat hebben ze gedaan... Hè. Hebben ze alle accounts en kantoren over de hele wereld, die zijn benaderd. En die is allemaal zo verteld. Ja, we zien, ja, jullie hebben allemaal klanten met administraties. En ja, die hebben allerlei soorten operating systems. En, dat, dat kan niet langer. En dat moet allemaal Windows worden. Dat was in de jaren negentig dat ze dat gedaan hebben. Ja. Dus ze hebben geprobeerd om dat Windows met, nou, maar, met geweld... Er doorheen te drukken. Hij is er niet gelukt. Want uh, Unix is er. En mensen gebruiken Unix. En dan op het consumentenniveau. hobbelt uh, het, uh, het een beetje erachteraan. Behalve als je het hebt over Apple-gebruikers. Want Apple is gebaseerd op Unix. Dat is op mijn Macintosh kan ik een programmaatje naar voren halen en dat heet de terminal en dan heb ik een zwart scherm witte letters zonder kleurtjes natuurlijk en dan doe ik ls en dan zie ik de inhoud van mijn directory en een directory is iets als een map of een zo, hè? folder zo maar op een Windows machine op een Mac machine is dat inderdaad een soort mapje met zo'n lipje eraan dan doe ik klik klik en dan gaat hij open Er zitten spulletjes in dat is de grafische weergave. Maar het is natuurlijk niet meer dan een directory onder Unix. Nou, zie je de analogie? Huh? Unix is geweldig mooi, geweldig goed. Hij heeft een eenvoud. Uh, goed te begrijpen. Het is wel zo dat je met Unix in één keer geconfronteerd wordt met het begrip de computer. Terwijl bij Windows of zo, dan zou je kunnen denken: van, Nou, ik, ik begrijp het ook wel. Ja, het is, oh ja, dan zie zit zo'n harde schijf. Dus ik klik, klik, oh ja, ik snap het ook wel. Maar dan heb je nog niet de essentie van de computer begrepen. Omdat Windows is zo'n laagje eroverheen en die maakt dan alles heel erg makkelijk, tussen aanhalingstekens. Maar dat is helemaal niet zo. Het lijkt heel makkelijk, maar je verandert niks aan het feit dat een computer is een ingewikkeld stuk hardware is. En bij Unix is dat in één keer duidelijk. En dan zeggen mensen: Oh, het ingewikkeld. Ja, omdat de hardware te begrijpen, dat is nogal wat. En Unix confronteert je direct met die redelijk ingewikkelde hardware. En bij Windows ligt er zo'n schilletje overheen, en bij de Mac is dat zoiets ja, iets ertussenin. Dan heb je de Unix onderkant, en dan heb je de grafische user interface, en daarin is het best makkelijk. Daar gaan ook gelijk weer dingen een beetje mank, moet ik zeggen. Maar, oh, een beetje. Ik werk al heel lang met alle tevredenheid met Mac. Nou, dan pakken we terug naar het geloof. Kijk, het universele geloof, naar mijn bescheiden meningen, dat is dat wat in de Bijbel staat. En dat wat in de Bijbel staat, dat was er al... voordat die Romeins universele kerk tentoneelde kwam. De geschriften van Mozes, waar de Bijbel mee begint... die waren er al voordat die Romeins universele kerkjokers eraan kwamen. Net als Bill Gates in de jaren zeventig met zijn MS-DOS... En ook hebben die Romeins universele Jokers. Dat is een houding van, nou, wat in de Bijbel staat, wat gaat over de hardware van het leven. Nou, dat hoeven de mensen niet te weten. En uh, ze krijgen van ons een beetje voorgekoude pap iedere zondag. Moeten ze dat verplicht aanhoren van een andere Joker, een van onze medewerkers, in een jurk? Dat uh, was ook in de tijd van Windows. Hè? Dat, de godganse tijd was er weer een afdeling: uh, Tijdelijk eventjes niet bereikbaar. Ja, iedereen is op cursus. Ja, dat moet wel. Windows heeft een hoop schade opgeleverd, hoor. UNIX niet. En de schade die Windows heeft opgeleverd is bijvoorbeeld uh, alle uren, dagen, weken, maanden, manjaren dat personeel op cursus moest. Cursus Microsoft Word 4. En een jaar later komt Microsoft Word 5 uit en dan moet weer iedereen op cursus. Verplicht. En die bedrijven maar betalen. Nou. Bij die Romeinse universele jokers precies hetzelfde. En daar kwam een einde aan met Maarten Luther. Een tijdelijk einde. Voor een. Ja, niet zo'n heel grote regio, moet ik zeggen. Het is Duitsland, ongeveer de helft van Duitsland, de helft van Nederland... en een stuk van Engeland. Nou, nee, heel Engeland. En dan krijg je dus die King James, dus zo kwam ik erop, hè? op Engeland. Die was koning. En hij was well, niet echt een bijbelgelovende christen, dat denk ik niet. Maar hij had een hekel aan die Romeins universele overheersingsjokers. En de vijand van. Uh, wat was het weer? Iets met. Uh, het maakt niet uit of het een vriend of een vijand van je is. Als je dezelfde vijand hebt, dan. Well, dat schept een band of zo. Hè? De vijand van je vijand is je vriend, zo is dat. Hè? En toen heeft de koning Jacobus ervoor gezorgd dat er geld op tafel kwam voor de King James. Voor wat we nu zouden noemen de King, uh, noemen de King James. Daar is aan gewerkt door een team van meer dan 40 mensen. Voor een periode van meer dan vijf jaar of zo, zeven jaar. Dat heeft een paar centen gekost. Ja. Als je het even om zou rekenen in hedendaagse euro's. Dan nou heb je dus, laten we uitgaan van 50 man die productie draaien. Maar nou, heb je daar nog wat toezichthouders bij nodig? De schoonmakers en alles. Als je 50 man voor je wil laten werken, moet je een kantoor hebben en een facilitaire dienst. En, hè? Nou, stel dat je dan. Per medewerker. Nou, mensen gaan niet belachelijk veel willen verdienen. Dus uh, dat, dat ze mensen naar huis gaan met 2500 netto of zo. Nou, misschien iets meer. Dus 3000 netto. Nou, dan heb je bruto berekening. la ze hebben maar 5000. En dan heb je nog de kosten van het kantoor en alles. Nog een keer 3000. Dan heb je alles bij elkaar. 8000 of zo. En doe dat keer 50. Dus 8 keer 50 is 400. Dat is dan 400.000 euro per maand. 400.000 uh, euro per maand, dan pak ik even mijn rekenmachine hoor. Ik kan goed hoofdrekenen, maar met 0 dus is ik zo vaak zo snel naast hè. Wat ik nou gezegd? 8 uh, keer 40. Ja, precies. Daar zit ik alweer mis. 50 had ik gezegd. Ja, 8 keer 50. Dus we hebben 500. Even overnieuw. Nee, ik pak even open office erbij. Kom maar even netjes rekenen. Neem maar gewoon de tijd. Maak het allemaal uit, man. Het is 8 jaar. Nee, 7 jaar hebben ze eraan gewerkt. 7 jaar. En hoeveel man? Nou, we zeggen dan 50 man, inclusief de... Nou ja, 50 man, al afgerond. Uh, die kosten dan per maand 8, 1, 2, 3. Er uh, zitten 12 maanden in een jaar. Hoeveel was het dan? Op, 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 op. Nou, dan gaan we nu rekenen. Die is het aantal mensen keer het aantal euro's per maand... Dat is 400.000. En uh, dan is dat per jaar. Is, is, die keer, die, is. Achter de deel uh, nogal veel. Als we het uitrekenen. En dan uh, keer 7 jaar. Is, die keer, die. Uh, dan hoppakee. Wauw. Dit lijkt me een heel groot bedrag. En dan gaan we dit maar eens eventjes wetenschappelijk weggeven, want het is een heel groot bedrag geworden hoor. Hoe doen we dat? Wetenschappelijk opmaken, kom op. Wetenschappelijk is dat hier. Ja. Oké. Okay. Dat, uh, de... nee, dat is 34 miljoen euro. Dat waren de vertaalkosten van de Koning Jacobus Bijbel. In die dagen. Uitgedrukt in de valuta van nu. 34 miljoen euro. Dat is een boekje, hè? Alleen de vertaling, hè? Heb ik het niet eens over de inhoud die vertaald is? Puur de vertaling. 34 miljoen euro. Nou, ik heb daar vertrouwen in. En dan kijk ik naar de King James. Ja, ik heb natuurlijk geen referentie. Maar... Want ik kan geen Aramees. En ik kan geen Hebraeus. En ik kan geen, ik kan geen uh, Grieks. Nou, ik heb wel mensen met hebreeuwse teksten van Mozes zien stoeien. En die halen ook rustig de King James erbij hoor. Die zeggen, ja wat in de King James staat, dat staat ook in Genesis. Ja, 34 miljoen euro. Getal om te onthouden. Dus de, de Bijbel is een boek, alleen de, dus de vertaling in het Engels, 34 miljoen. En wat kost een King James tegenwoordig, hier bij de fakkel? 8,95 euro. Ja, want die 34 miljoen die zijn ooit uitgegeven in 1611, of tot aan 1611. In die zeven jaar tijd. Ja, dat zijn we al lang weer vergeten, dus het enige wat het nu nog kost, dat is het drukken. En dan nog is het erg goedkoop hoor, een boek van meer dan 1000 pagina's. 8,95 euro, wauw. En keurig hoor, die, uh, die bijbel die ze hier verkopen en, uh, bij het boekhandel Fakkel, de Fakkel. Keurig boekje. Geen bladleggers, dat is dan een beetje jammer. Maar, maar daarvoor is die ook uh, lekker goedkoper. Ik heb zo'n statenvertaling en daar zitten twee bladleggers bij. En die statenvertaling is dan ook 14,50 euro. 14,50 euro voor een boek van meer dan 1000 pagina's. Kijk, dan gaan we lachen. Sola fide. Dat is alleen door het geloof. Je moet geloven in de Bijbel. Je moet geloven in de King James. Daar gaat het om. En om niks anders. En dat je zegt: ik, ik doe geen Windows. Ik hou niet van Bill Gates. Ja, maar wat doe je dan wel? Nou weet ik dat je tegenwoordig, als je geen Windows doet. Dat je unix doet. Want ik zou niet weten wat je anders moet kiezen. Maar qua geloof. Kan je ook nog kiezen voor. Uh, nou, ik doe er helemaal niet aan. Kijk, en dan zijn we gevaarlijk bezig. Want dat is niet de bedoeling. Uh, dat dus zou hetzelfde zijn dat je het vandaag gezegd van nou uh, dat Windows, uh, ik doe er niet aan mee en, uh, en dat heb ik opgelost, want ik doe helemaal geen computer. Dat is linker soep. Want de communicatie tussen mensen wordt in toenemende mate communicatie tussen computers. En dan wil ik niet zeggen dat iedereen over moet naar Unix per se nu of zo. Ik zeg je alleen maar: over een tijdje is er niks anders meer dan Unix. Dus, nou, Jurk Liesman bijvoorbeeld, die gebruikt Windows. Dat nou, moet hij weten. Als die computer doet wat hij wil, dan is hij toch klaar. En wat Jurk Liesman doet, is, die maakt ongelooflijk veel MP4's. Nou, die MP4's mag ik open. Nee, dat doet hij wel. Doet hij net als ik doet hij opslaan op een harde schijf. Voor de zekerheid. Dat je niet alleen upload naar YouTube, maar dat je het ook opslaat op je harde schijf. Voor het geval dat. Ja, en daar gaat het om. Wat staat er op zijn harde schijf? En het operating system, ja, dat zal Jurk uh, reetroesten. Mijn punt is dat Windows werd dan de wereld ingeslingerd als het universele uh, systeem, en dat werd dus met geweld, met moet zeggen, ja, met enige druk, zouden ze dat voor elkaar. Krijgen, zeiden ze, dachten ze, nou dat is dus niet gelukt. Want er was iets en dat was daadwerkelijk universeel. En iets wat daadwerkelijk universeel is. En nou, Unix is ook nog gratis. Ja, hoe wil je daar tegenin concurreren? Dat ze zeggen, ja dit is ook universeel, maar het is niet gratis. En dat is dan een voordeel? Nou ik dacht het niet hè. Nou en dan kijk je naar die Romeinse katholieke kerk. Het universele geloof, dat staat in de Bijbel. En dat is gratis. Nee, die gaan wij niet vertellen dat een King, ja, een King James kost een 8,95 en een Statenvertaling kost 14,50 euro. Maar dat doe je in een, een mensenleven mee. Ja, ik noem dat gratis hoor. En als je dat geld niet hebt. Er zijn genoeg evangelisatieclubjes en als je dat heel vriendelijk vraagt, dan krijg je zo'n bijbel mee. Echt. Die heb ik hier ook liggen trouwens, van die evangelisatieuitdeel exemplaren. En dat ik nog tegen die mensen zei, van, ja ik heb al een bijbel. Dan zeiden ze, nou dat maakt niet uit, neem maar mee. En dan kan jij hem weggeven aan iemand anders die je kent. Dan zei ik, oh ja natuurlijk, dan kom maar op dan. Dus ik heb hier een paar exemplaartjes liggen. Dat zijn geen complete Bijbels. Maar leuke instapmodelletjes. Kan iemand beginnen? Ja. En ik zeg je: één keer gered door de inhoud van het woord van God. Eén keer gered, maar nou, altijd voor eeuwig gered. Zeker. En wij komen af op die manier van die, dat, dat verschrikkelijk maffe idee van het Romeins universele geloof en de wereldoverheersing die daarbij hoort. Je gaat mij niet vertellen dat jij houdt van wereldoverheersing. Wat is daar niet meer leuk aan? Ben je Auschwitz vergeten? Dat is toch strafbaar? Als je Auschwitz vergeten bent? En ben je een overtreder van de Nederlandse wet? Of de Duitse wet? Je bent Auschwitz nog niet vergeten? Ja, wat denk je dat ons te wachten staat? Nou, Peri, dan maak je het wel heel erg zwaar hoor met Auschwitz. Ik, ik denk dat ik het nu weer uh, denk van. Uh, nou, het moet wel een leuke uitzending worden. Anders uh, heb ik er geen geloof meer in. Ja, nou, uh... je hoeft niet te geloven dat er iets was zoals Auschwitz. Dat kan je weten. Ik heb een leuke uitzending over Auschwitz gemaakt. Die heet Geschiedvervalsing, Auschwitz en de Amerikaanse president Bush of zo. Nee, de Amerikaanse familie Bush. Nou ja, dat heeft met elkaar te maken. Ik zou die even luisteren als ik jou was. Het gaat om feiten. Hè? Maar dat is die wereldorde. Dat is de Romeinse universele kerk. Dat is die club die niet wil dat jij sole fide door het leven gaat. Dat is de club die niet wil dat jij alleen door het geloof gered bent. Die, die club die wil, die wil dat niet. Die, die wil dat je gered bent dat je je gered voelt door die club. Het meest, het meest, het woord schiet me nou niet te binnen. Het meest dierbare, dat zocht ik. Het meest dierbare wat er is voor een mens, het is dat hij gered is. En mensen die dan tot over hun oren in de poen zitten... en elk weekend een andere brunette hebben om naar uit te kijken. Dat zijn automata, dat zijn robots. Dat zijn geen mensen. Maar een mens met een hart en met een gevoel... die wil zich geborgen voelen... Die wil gered zijn. Dat is het meest dierbare wat die mens zoekt. Die mens die wil een doel zien voor zijn bestaan. En die mens die daarna op zoek is, zonder de Bijbel. Die vindt dat niet. Uitzonderingen daargelaten. De Bijbel is het enige boek wat jou een doel geeft. En wat tegen jou zegt: Om die reden ben jij geboren. En dat ga je doen. Ga aan je werk, flerk... zolang het nog kan. Ik ken een uitspraak van een man. En die sprak ik op uh, het terras van Café de Wacht. Ja, in die tijd zoop ik nog. En die man die maakte een opmerking. Ik keek hem aan. Ik zei, hé, hey, jij bent protestants-christelijk. Hij, hij moest al lachen. Hij zei, ja, dus toen ben ik opgevoed. Hij was uh, gereformeerd of zo. Ik zei, oh, wat leuk. Ja, zei, die was hartstikke leuk. Wij gingen op zondag niet één keer naar de kerk. Nee, ben jij maf? We gingen twee keer. Dat was feest, man. Dat was iedere zondag feest. Nou, hij zijn een beetje babbelen, leuke dingen vertellen. En, nou, het was een geinig gesprek. Hij had wat vrienden. Hij was iets ouder dan ik. Nou, of iets, misschien wel acht jaar ouder of zo. En wat zijn vrienden kennen ze, waren er ook. En dat waren zuiplappen, jongen. Zo dat netter. En die ene, die was dronken. Hoe hij nou aan die vrienden kwam, weet ik niet. Maar hij was zelf een nou, relatief rijke man. En toen maakte hij een mooie opmerking. Hij zei... dat hij al tegen zijn vrouw had gezegd... dat als hij dan komt te overlijden... en dan wil hij begraven worden... en hij wil dan een grafsteen... nou, zo ver ga ik dan niet, maar... dat moet hij weten? En hij zei, hij wil een grafsteen... en, een, en op die grafsteen, daar moet, zij, daar moet staan... Jammer dat ik hier lig. Kijk, dat is een attitude die krijg je, sola fide. Alleen door het geloof. En dat de Bijbel verguisd wordt en dingen. Dat komt door die Romeinse universele kerk. En momenteel zijn ze van strategie veranderd. En ze spelen het spelletje van uh, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Met de these, antithese, terwijl ze de synthese al klaar hebben. Dan is er een politiek machtsspelletje te spelen. Dus de ene helft van de katholieke kerk die zegt, nou, homo's mogen ook trouwen hoor, Mallard." En de andere helft zegt, als twee mannen de bijslaap hebben zoals een man en een vrouw, dat is een gruwel in de ogen van God. Ja, en wat moet je nou geloven? Hè? Nou, wat je moet geloven is dat de kerk degene is die jou trouwt, sukkel. Als je het één keer inziet, of wat Johan Cruijff zei, hè? als je het snapt, dan zie je het in. Maar dan moet je het wel eerst snappen. En dan zie je het. Of hij zei, als je het ziet, dan snap je het. Dan weet ik veel. Huh? Johan Cruijff, onze, ja, dé Nederlandse filosoof voor het populaire publiek. En wij moeten van die organisatie af. En daar kom je alleen maar van af door iets te gaan doen. Want ik heb van alles uitgeweid. En ik heb het gehad over alcohol drinken als je daarmee stopt. Dat het niks oplevert. Je moet wat gaan doen. En wat ik ben gaan doen: een van de dingen was: Ik ben mijn woning op gaan ruimen. Niet zo'n klein beetje ook. Ik heb wel. 50 vijanden zakken of zo aan de weg gezet. Ongelogen hoor. Negen jaar, ja, negen jaar meuk. Maar ja, dat was een deel was van mijn dochter. Dus, uh, die is de, die woont op kamers nou. Allemaal dingen waarvan je ooit dacht, van, ja, dat ga ik doen. En dan denk je na jaren, nou ja, laat maar zitten. Helemaal ja, opruimen is iets positiefs. Hè? Dat moet je gaan doen. Je hebt het gehad over Windows. Dat is walgelijk. En ja, stoppen met Windows zegt niks. Maar beginnen met Unix. Dat zegt iets. Dat is positief. En stoppen met de Romeinse universele kerk. Dat, dat, is, dat zegt niks. Want als je alleen maar stopt met de Romeinse universele kerk. Dan blijf je nog steeds onder die... Gedachte van de Romeinse universele kerk. Namelijk. dat je je Bijbel niet begrijpt. Ja, dan kan je wel zeggen. ja, ik doe niet meer aan geloof. Ja, dat is precies wat ze willen. Want het Romeins universele gebeuren. dat was nooit een geloof. Het ging alleen maar over politieke overheersing. Snap je? Waarom hebben ze anders. Passages uit de Bijbel. Uh, oh nee, dat, dat, dat lezen we niet. Nee, 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 dat is niet nodig. Nee, uh, Matthäus 6. Ja, uh, zullen we het hebben over Marcus 12? Waarom deden ze dat? Kijk, als jij je Bijbel goed begrijpt. dan snap je: dat er uh, op dit aardse bestaan. is er maar één de baas. En die heet God. Of de Heeren, de Heren, de Vader van Jezus, en dus ook jouw Vader. Uh, mensen hebben gevraagd aan Christus, van ja, als we dan gaan bidden, wat moeten we dan bidden? Want ze hadden drommels goed in de gaten, dat het helemaal geen zin heeft om maar van alles te gaan lopen bidden, bidden, bidden. En dan gaan we nu uh, dinges, dinges bidden. Want dat slaat nergens op. En dan vroegen mensen, ja, maar wat moeten we dan volgens jou bidden? Nou, dan zeg je, onze vader die in de hemelen zijt. Punt, daar beginnen we mee. Nou, uw naam worden geheiligd. Uw wil geschieden. Nou, onze wijd, onze wijd. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, als zo ook op aarde. In de King James staat het andersom, trouwens. Kleinigheidje. Vind ik. Uw koninkrijk komen. Uh, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is ook een hele belangrijke. Hè? Je, je gaat niet aan uh, God vragen: mag ik volgend jaar tevreden hebben? Nee, het gaat om vandaag natuurlijk. Hè? Iedere dag een beetje eten en zijn we weer klaar. Hè? Je moet je verwachtingen niet. Uh... Je moet je verwachtingen niet te hoog stellen. Je weet niet wat God in petto heeft voor de wereld. Het enige wat je weet, is dat het een doel heeft. De wereld heeft een doel. Want God is geen e -hole. Dat is een mooi nummer van Jonathan Richman en The Modern Lovers. Waarin hij dan zingt dat Pablo Picasso geen e was. Daar heeft hij gelijk in. Pablo Picasso was geen e -hole. Pablo Picasso bleef met zijn tengels van de wijven af, bijvoorbeeld. Nou, zo is God ook geen eeuw. En God heeft die wereld geschapen en die wereld die heeft een doel. En de bedoeling is dat jij meewerkt met dat doel. En dat doel is niet dat er een of andere vent in een jurk met een pet op zijn kop dat hij door iedereen vader wordt genoemd. Dat staat letterlijk in de Bijbel. En waarom staat er in de Bijbel dat je moet oppassen met mensen op deze wereld vader te noemen? Nou, ja, praat ik nou tegen kippen of goudhaantjes? Wie, wordt er, wie eist er op deze wereld dat die vader genoemd wordt? Heilige Vader. Dat is de beleider van de katholieke universele kerk. Dat wist Matthäus. Christus wist dat al. Maar pas op, jongen. Noem niemand op deze wereld je vader. Want er is maar één je vader en die woont in de hemel. Onze Vader die in de hemelen zijt. Nou, Giorgio Mario Bergoglio, die is nog niet in de hemelen. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die vinden dat verschrikkelijk jammer. En die is nog hier op deze aarde. Heel veel mensen die, die, die kunnen dagelijks daarom huilen. Ik zeg, nou ja, maakt niet uit. Of voor hem tien anderen hoor. Dat is hij weer een nieuwe. Ze zijn allemaal te popelen. Al die kardinalen. Waarom zei Christus dat? Ja, dat? Alsof Christus het wist. Dat is het wat je moet zeggen. Christus wist dat. Want jongens, mijn lieve volgelingetjes. Volgen betekent begrijpen. Hè? Volg je mij? Lieve mensen die mij begrijpen. Dat zei Christus, hè? Lieve volgelingen, lieve mensen die mij begrijpen. Noem niemand op deze wereld je vader. Matthäus 6. Christus wist dat hij eraan kwam. Ik laat even een pauze vallen. Ga alsjeblieft niet denken dat de Romeinse Universele Kerk vanzelf voorbij gaat. Nou, ik hoop dat ik dit goed heb toegelicht. Solafide. het ging over Maarten Luther. Maarten Luther heeft een heel groot protest veroorzaakt. Tegen de Katholieke Kerk, tegen de Romeinse universele wereldoverheersing. Uh, een, een protest dat uh, in de loop van de 20e eeuw uh, bijna zijn laatste adem heeft uitgeblazen. We dachten dat we gewonnen hadden en dat was niet zo. Stond voorspeld in Boek Openbaring, By the Way. Maar de strijd van de Romeinse universele kerk tegen ons, de kinderen van God, die gaat door. En jij kan wel geen zin hebben in de oorlog, maar daar heeft de Romeinse universele kerk schijt aan. Wij zijn... Onder aanval. Wij leven onder beleg. Het is een staat van beleg. En dagelijks worden wij aangevallen. Middels de media. Middels het onderwijs. Middels belachelijke wetgeving. Met een rookverboden op terrassen. Wat eraan komt. Snap je? Ja? Uh, Jij ja, gaat me niet vertellen van ja, je moet ze me even gelijk geven, want. Uh, 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 dan houden ze straks wel op. Nee. Kijk, en ik ben gestopt met roken, dus. mij zou het in principe geen biet interesseren, maar het interesseert me wel. Kijk, dat ik ben gestopt met roken, dat is mijn eigen keus. Ja? Dat moet iedereen lekker zelf weten. En ik vind het wel een prettige gedachte. Uh, maar die kan ik niet meer hebben. Dat als ik morgen zou zeggen. Van, nou weet je wat, ik ga weer beginnen met roken. Dat ik dan ook overal mag roken. Maar nu ben ik gestopt met roken. En ik weet dat als ik morgen ga beginnen. Uh, ja, dan kom je weer ergens. Heb je een pakje check bij je. En een aansteker. En dan, dan mag je weer niet roken. Dan denk je, ja. Huh? Dus zelfs ik die gestopt is met roken. Vind het niet leuk dat er overal rookverboden zijn. Hou er dan mee op? Door een verbod op kleutersneuken. Het neuken van kleuters op terrassen wordt bij deze verboden. Kijk, daar zou ik wat aan hebben. Sorry voor het laatste. Dat was echt. Was over de grens. Ik weet dat je dat mag je niet zeggen. Perikleuterneukerij, Dat gebeurt echt niet meer in Nederland, hoor. Oh nee, Jochie. Oh nee. Oh nee. Nee, hoor. Nee, op terrassen niet. Nee, nee, nee. Ja. Ik weet wat inside information. Maar dat een andere keer. Dit gaat sole fide. Uh, alleen door het geloof. En ik geloof in jullie. Ik geloof dat jullie stand houden. Het wordt niet makkelijk. Maar jullie houden stand. Goed begrepen? En dan zeg ik op zijn hamburgers... Tjus en dag van het woord.